Nou, ik zet hem even neer zo. Ja, vrienden, want ja, ik krijg dus al die verzoekjes. Ja, van mensen die zeggen, ja Harry, moet jij nou niet even wat zeggen bij het heen gaan van Wim de Bie? Ja, jij hebt het ook gedaan, je hebt ook in zo'n duo gezeten en jij weet, ja, kun je de... Ja, ik wil daar wel iets over zeggen natuurlijk, over het duo en zeker Wim de Bie. Ja, Wim de Bie heeft er natuurlijk voor gezorgd, mede voor gezorgd, dat Kees van Kooten, de ster van Kees van Kooten, zo ongelooflijk kon stralen. Daar heeft hij mede voor gezorgd. Los van zijn persoonlijke kwaliteiten allemaal, maar daar hoeven we het allemaal niet over te hebben. Nee. Want ik ga jullie vertellen, vrienden. Kijk, dat is het gewoon. De clue zit hem in het feit dat je dat zo lang, 25 jaar lang, volhoudt. Dat je weer een tekstje moet schrijven. Dat je weer een deadline moet halen voor een uitzending. Dat je weer in de kou ergens staat te blauwbekken met een cameraploegie om weer een itempje op te nemen. En dat je weer voor de zoveelste keer een pruikje op moet zetten. Ergens weer een ding onder je lip moet zitten, omdat je toevallig een dikkere kop moet hebben. En ga zo maar door. Constant in de make-up. En het is me, vrienden, ik kan je vertellen, dat is eigenlijk gewoon strontvervelend. Ja. Dat is. Ja, en dat, maar dat hebben zij dus. Die koud één, maar ook die Bie, die hebben dat dus heel lang volgehouden. Altijd maar weer. En week in, week uit, hè, vergis je niet, hè, week in, week uit. En probeer dan maar een beetje lollig te zijn. Nou, vrienden, ik ga je vertellen. Het is gewoon zwaar werk. Dat is het geweest. Al die jaren lang keihard werken. Niks meer. En niks minder. En dat wordt nu, dan wordt door iedereen nu, dat zien we dus nu we dan gebeuren, hè, op tv. Oh, wat een ergernis. Dat wordt dat allemaal geromantiseerd en dan wordt dat allemaal. Maar zo romantisch is dat helemaal niet. Nee, het is gewoon buffelen. En dan zie je nu dus in al die talkshows, en daar komen ze hoor. Alles wat maar een beetje bekend is en wat maar een beetje wat van zichzelf denkt. Die duiken daar weer bovenop en die moeten daar allemaal iets van vinden en een meningetje geven. En ons gaan uitleggen wat Koot en Bie eigenlijk allemaal was en wat ze eigenlijk allemaal bedoeld hebben. En hoe geestig het allemaal was en elkaar afbluffen ook in de kennis over het repertoire van Koot en Bie. Ja, maar ik ken die zin nog en ik ken die regel nog en dat zie je, oh nee, maar dat zeg je daar fout. En ach vrienden, ik ga je vertellen, ik heb me daar zo aan zitten ergeren. Dan ben ik die galiet van die Sophie en later werd het op één. En dat gaat maar door. En waarom kan het niet zo zijn dat er gewoon met gevoel en met passie en waardigheid afscheid wordt genomen van zo'n Wim de Bie? Hoe? Wat, hè? Toch? Ja, die komt nog uit een periode dat tv echt tv was. Ja, dus neem daar dan op gepaste wijze afscheid van. Hè? En flans dat niet zoals nu. Even ram dat in elkaar, flans dat in elkaar. Doe dat even, raffel dat even af in een paar talkshowtjes. En klaar en weg. En dan hier nog even een documentairetje erachteraan en weg. Nee, wacht daar dan even mee en kom over een paar dagen. Met iets moois, met dat ter zake doet, met mensen die er ook over kunnen vertellen. En die ja, maar nee hoor, nee. Het moet weer allemaal op zijn Nederlands, heel treurig. En ik weet zeker dat Kees van Kooten, ja, als... Ik denk bijna zeker te weten dat hij niet gekeken heeft, maar als hij gekeken heeft... Vrienden, dan heeft hij weggekeken.